Ik wil het ook met jullie over ketenaanpak hebben, maar over de waterketen. Doet niet? Ik hoor mezelf niet, maar dat geeft niet. En ik wil het met jullie hebben over lerend implementeren. Medicijnresten uit water, er is noodzaak tot handelen. Laat daar geen misverstand over bestaan. Waarom? Wat is het probleem? Waar gaan we wat doen? Hoe pakken we dat aan? Wat is goed genoeg? Lerend implementeren. Die vragen kun je alle vier, en misschien zijn er nog wel vier andere vragen, voor een deel beantwoorden. Misschien gemiddeld voor Nederland of voor je eigen stroomgebiedje, je eigen zuivering. Dat geeft niet. Leer en ga dan implementeren. En zorg dat je die vragen steeds beter kunt beantwoorden. Dat lerend implementeren is vreselijk lastig voor overheden. De geschiedenis leert dat bijvoorbeeld bij de NWRW, de Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit, dat was ook een lerend implementeren. En dat eindigt heel snel met, ja maar zeg nou even wat we moeten doen. En als je die conclusies leest, dan staat er, ja, we weten het niet zo goed, doe voorlopig maar bijvoorbeeld verbeterd gescheiden stelsel achter je riolering. Maar ga vooral verder onderzoeken. Nou, hup, verbeterd gescheiden stelsel, zeg nog even precies hoe we dat moeten ontwerpen. En er wordt nooit meer iets gemonitord, wordt nooit meer bekeken of het, nee, gewoon check, verbeterd gescheiden stelsel. Klaar. Dat is niet alleen bij de NWRW, dat is bij de KRW, dat is bij bodemverontreiniging, idem dito. Kom met middelvoorschriften, dan kunnen we strak ontwerpen, de financiën in de hand houden enzovoort. Gelukkig is dat bij dit programma nog niet het geval. Maar de fuik van, hey, kom nou met strakke normen, kom nou met voorschriften, kom nou met, moet zo'n UV of een of ander leuk MBR-filter met slagroom en kersen. Schrijf nou wat voor, nee, gaan we niet doen. Alsjeblieft, stel dat uit, zo lang mogelijk. Stel implementeren niet uit, maar ga lerend implementeren. Wat je daarvoor nodig hebt, is de hele oude Deming Circle. Ik hoop dat jullie hem kennen. En die is heel simpel. Plan. Identificeer je probleem, inventariseer je ambities, analyseer je systemen. Nou, die klinken allemaal heel triviaal, maar bij alle drie kan het heftig fout gaan. Doe, onderzoek, probeer, test, zijn we mee bezig. Check, los de actie mijn probleem op. Wat voor probleem had ik nou ook alweer precies? Act, implementeer. En gaan we weer opnieuw beginnen. Loopt die cirkel weer opnieuw door. Want is mijn implementatie, de installatie die ik gebouwd heb, de maatregel die ik genomen heb, lost die echt mijn probleem op? Meet dat. Ga dat na. En het klinkt vreselijk triviaal, maar het gebeurt zelden. Waterketen. Een plaatje gepikt, Paul, van Hasco DAV. En dat klopt dan ook niet helemaal. Dus klachten bij Paul Roeleveld, niet bij mij. Nee, het is ook niet netjes. Sorry, Paul. Ik heb het niet voor niks gebruikt. Dat is een hartstikke mooi overzicht. Wat niet helemaal lekker is, is dat hier die aanvullende zuivering er buiten geplaatst is. En die kan ook hier gebeuren. Pas op voor het woord vierde trap. Dan worden die 70% van die mensen die worden boos. En die zijn in de meerderheid, dus voorzichtig. Maar ik kan zo in dit plaatje makkelijker pijltjes zetten. Lerend implementeren in de waterketen. Laten we eens achteraan beginnen. Bij de ecotoxicologie. Wat doen die stoffen, die medicijnresten, in het water? In het echte oppervlaktewater? En daarna, of daarvoor, ligt maar van welke kant je begint. Wat is de kwaliteit van mijn effluent? En dat niet in chemische normen, maar in ecotoxicologische normen. MS-paffen, Simoni-scores, verzin ze maar. Bas gaat daar meer over vertellen. Verder de keten op. Wat doet de zuivering zelf met medicijnen? En wat doet een aanvullende zuivering met medicijnen?
Dat hebben we, de ideeën die er nu zijn, de ketenaanpak, is 70% extra verwijdering hier. Maar hoe kun je dat meten? Daar krijgen we dadelijk ook een verhaal over. Dit is niet heel triviaal. Monster nemen, goed meten en die 70% extra verwijdering aantonen. Moeten we leren. En dus echt lerend implementeren. Want eind van dit jaar ligt er waarschijnlijk een rapport. Maar we weten nu al, en daar ga ik niet op in, misschien dadelijk verder op de dag. We weten nu al dat het misschien wel net iets anders zou zijn dan we nu aannemen. En over 2 jaar zal het misschien weer net iets anders zijn. Afvalwaterprognoses. Jelle heeft al wat gras van mijn voeten weggemaaid. Hoeveel water, afvalwater en hoeveel regenwater komt er nou op die zuivering aan? Dat zijn basisrioleringsplannen. Dat zijn hele slecht bekende getallen. Hoeveel regenwater ga je bypassen op een zuivering? En wat zit daar precies in? Er loopt nu een onderzoek bij WDOD, waarbij het DWA en RWA netjes uit elkaar geflooid wordt. Wat zit daar nou precies in? Wanneer ga je bypassen? Welke hoeveelheden zijn dat? En welke stoffen zitten daar nou precies in? Die afvalwaterprognose die kan best lastig zijn. Hè? Want je had een ziekenhuis, gaan we rekening mee houden. Maar ja, dit is het, niet voor niks het Zuiderzeeziekenhuis. Ziekenhuizen kunnen zomaar opgeheven worden. En misschien heb je wel een melkfabriek. En die melkfabriek die loost op je riolering en gaat naar de zuivering. Maar in die melk, het afvalwater van die melkfabriek zitten geen medicijnen. Er zal waarschijnlijk behoorlijk wat CZV in zitten, maar geen medicijnen. En als dat een substantieel deel van je influent is, is dat dan handig? He, want we hebben allemaal regelingen om die melkfabriek vooral op de lokale RWZT te laten lozen. Dat is handig. Maar als je medicijnen gaat verwijderen, zou dat misschien wel eens niet handig kunnen zijn. Vooral als die 3 jaar later de melkfabriek toch maar weer verhuisd is. Het zou zomaar kunnen. Het gaat niet zo snel als ziekenhuizen, melkfabrieken. Maar, en er kan iets anders voor in de plaats komen. Want de gemeente heeft vast een of ander stimuleringsbeleid voor het lokale bedrijventerrein. Je weet het niet. Maar je zult er wel op moeten anticiperen. Sterker nog, we weten niet eens wat er nu uit stedelijk gebied precies op die RWCT aankomt. Hele simpele vraag van wat voor water komt er waar vandaan en wat zit daarin? Echt triviaal, ik kan het niet uitleggen op verjaardagen. Maar het is slecht bekend. En als je dan hier nazuivering gaat ontwerpen, moet je het echt beter weten dan wat we nu aan het doen zijn. We zijn bezig met afvalwaterprognoses. Check, meet, alsjeblieft. Heel veel zaken die we nu aan het doen zijn, komen uit modellen, uit basisrioleringsplannen die beleidsmatig misschien aardig zijn, maar weinig met de echte werkelijkheid te maken hebben. Wat zit er echt in DWA, wat zit er echt in RWA? Op welk debiet ga je een aanvullende behandeling dimensioneren? En dat heeft, kijk vooral daarbij naar je DWA. Het mantra van afkoppelen, alsjeblieft, er is geen hond die overweegt om op RWA te gaan ontwerpen. Je gaat ontwerpen op DWA. Dan kun je nog ga naar workshop F, doe je dat op 1,5 keer DWA, 1 keer DWA, 0,8 keer DWA, dan kun je over. Maar dat is DWA. Het verschil in DWA in Nederland verschilt de factor 4. En daar kan je op sturen. Dat is niet iets gegevens, daar kan je op sturen. Neem geen landelijke kentallen aan, niet zonder meer. Neem niet zonder meer getallen over uit eigen beleidsplannen, modellen. Ze kloppen vaak niet of zijn voor een ander doel geschreven dan jij ze gaat gebruiken. Check, meet. Ga met een rioleringsbeheerder praten. Het is een beetje eng, maar ze zitten niet in de zaal, geloof ik. Nou, misschien wel een paar, maar in de minderheid. Ze zijn minder eng dan ecologen. En die vallen ook reuze mee.
Maak een afvalwaterprognose. En geen op papier, maar een in het echi, met meter, met getallen. 10% kleine ontwerpen bespaart miljoenen euro's. En het is snel gezegd, maar niet zo snel gedaan. Dat lerend implementeren is iets waar we tegenaan zullen lopen, volgens mij. Als je... even kijken, ja, deze moet ik hebben. Hier gaan we kijken naar de ecotoxicologie van het effluent. Staat het stoplicht op groen of op rood of op oranje? Hier hebben we een eis voor een chemisch-analytische eis voor 70% extra verwijdering van een nieuwe techniek, van een aanvullende techniek. Die twee die kunnen elkaar bijten, want wie weet staat het ene stoplicht op groen en het andere stoplicht op rood. Weten we niet. Wat heb je daarvoor nodig? Wat voor aanvullende technieken heb je daarvoor nodig? Wat voor water welk water ga je bypassen? Wil je water bypassen? Wanneer is dit allebei op groen? En dat is lerend implementeren. Dat betekent niet dat je op elkaar moet gaan zitten wachten. Integendeel, ga aan de slag. Ga bouwen, ga ontwerpen, ga meten, ga technieken ontwikkelen. Ga getallen verzamelen, krijg grip op wat er aankomt op die zuivering, ga aan de slag. Het is lerend implementeren. En iedereen is aan de slag. Aarle Rikstel, joepie, er komt iemand een lintje doorknippen. Een staatssecretaris of een minister. Maar eigenlijk doet dat andere waterschappen tekort, want op iedereen... Ook als je niet morgen een aanvullende zuivering op je RWCT ontwerpt, is aan de slag. En wacht niet op elkaar, maar leer van elkaar. Volg ook die ontwikkelingen buiten je directe expertise. Bijvoorbeeld bij de WDOD zijn ze die DWA-RWA stromen op de zuivering aan het volgen en aan het meten. Dat hoeft niet iedereen overal in Nederland te herhalen. Leer van elkaar. En daar, bij het ene waterschap ligt de aarde. Bij Hollands Noorderkwartier zijn ze heel veel met die afvalwaterprognoses. Leer daarvan. Bij WDOD bezig met die DWA-RWA verhoudingen. Wat zit erin en kun je erop sturen? Ontwikkelingen gaan snel. Leer van je collega's. En niet alleen van je zuiveringscollega's, ook van je ecotoxicologische collega's, van je emissiecollega's, van je rioleurs, van je enzovoort. Kennis op verschillende aspecten bij verschillende waterschappen. Ieder waterschap is bezig op andere aspecten, andere zaken, maar leer van elkaar. Deze sla ik even over. Implementerend leren. Identificeer je problemen, analyseer je systeem. Alsjeblieft. Doe, onderzoek, probeer en test. Check. Heb je het over microverontreinigingen of over medicijnresten? En dat wordt vaak, is dat dan bijvangst, ja of nee? En soms is dat wel zo, die bijvangst. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar microplastics of antibiotica-resistentie, of zware metalen, of pesticiden, herbiciden, heeft wat je in oppervlaktewater vindt maar beperkt te maken met wat er uit de RWCT komt. Dus pas op dat je al die microverontreinigingen meeneemt als bijvangst, scheidt. En denk na van, hebben we het over microverontreinigingen of over medicijnresten? Heb ik mijn ecotox verlaagd? Staat dat stoplicht op groen? Of heb ik 70% verwijderd? Chemisch-analytisch bepaald. Of allebei. Dat is helemaal goed. Kan het niet met wat minder water? Ga naar workshop F. Hoe ziet die toekomstige keten eruit? Kan ik daarop sturen? Want dat ziekenhuis is zomaar verdwenen. Dat is lastig. Dat kun je, ik weet niet of je dat had kunnen voorzien. Misschien wel. Maar je kan echt je hoeveelheid water die je voor je kiezen krijgt als zuiveraar, is te beïnvloeden. Ga praten met de gemeente. Stel dat je 10% scheelt van je ontwerpkosten op je zuivering. Dan heb je 3 miljoen speelgeld. Wat kan je doen voor 3 miljoen bij de gemeente? Ik sla er een paar over.
Hoe hebben collega's die check aangepakt? En check, uitgangspunten van een rapport met collega's. De angel, de lol van een rapport zit vaak niet in hoofdstuk 4 of hoofdstuk 5, waar we gaan kijken of de ozon 10% energie-efficiënter kan. Nee, de lol van een rapport zit in de uitgangspunten. In je hoofdstuk 0 of hoofdstuk 1. Want daar staat, we gaan uit van zoveel DWA, of we willen die en die emissie bereiken. Of, ga die nou eens kortsluiten met je collega's van emissiebeheer. Met een rioleur, met een ecotoxicoloog. Daarna alsjeblieft ga zelf aan de slag om ontwerp scherp te krijgen. Maar juist bij die uitgangspunten moet je met collega's gaan praten. Want die keten, die bouw je met collega's. En act, implementeer. Mijn betoog moet niet een rem zijn op implementatie, maar een stimulans om te gaan leren. Lerend implementeren. Herhaal die cirkel, want met één keer doorlopen ben je er niet. Je moet hem wel 10 keer doorlopen en je hele leven lang opnieuw doorlopen. Plan, do, check, act. Ga straks alsjeblieft naar een andere workshop, want daar leer je van. En het is lerend implementeren. Dankjewel. Dankjewel, Bert. Een oproep tot in ieder geval ook aan de gang te gaan en samen te werken. Ik zou willen zeggen, wie kan er niet op tegen zijn? Maar blijkbaar is het niet makkelijk en best ingewikkeld. Wie kan ik het woord geven? Want jullie doen dit allemaal natuurlijk al. Kijk. Dankjewel, Jelle. Paul Roeleveld. Mooi plaatje, Bert. Handig, hè? Ja, ja beste Hasco DFS, als ik jullie voor de schenen geschopt heb, sorry. Want het is, dank voor het gebruik van het plaatje. Maakt niet uit, buurman. Hey Bert. En eigenlijk ook nog Mark. Want ik heb een gecombineerde vraag gekregen vanuit beide verhalen. En meestal als we ergens mee bezig zijn of gaan, dan wordt er ook een jaartal aangehangen. Zo hebben we de kaderrichtlijn water. Dat weten we allemaal, dat is 2027. En dat wordt ook een beetje afgedwongen. We hebben ook een akkoord, we willen circulair. En dan zeggen we dat willen we in 2050. Maar dat dwingen we alleen nog niet af. En ook bij dit voorbeeld, hè, en als ik nadenk over afkoppelen, iets waar jij ook heel druk mee bent, dat dwingen we niet af, maar dat stimuleren we. Hoe zal het gaan voor dit onderwerp? Gaan we het vooral eerst stimuleren of gaan we het straks afdwingen? Want het komt ook door de vraag van Paul, die net stelde, Paul Versteeg. En het antwoord kwam, ja, in Zwitserland zijn ze lekker bezig. Maar ze nemen daar wel heel lang de tijd. Dat duurt tot 2040 of nog wat langer. Ja. Hoe gaan wij sneller? Gaan wij mee in dat tempo? Welk jaartal gaan we eigenlijk opmikken en gaan we stimuleren of afdwingen? Als het aan mij ligt, komt er geen jaartal omdat we laten zien dat we dat lerend implementeren met z'n allen aan het oppakken zijn. Dat jaartal komt er als er geen beweging is. En ik zou willen vermijden, want als er een jaartal is, krijg je de wedervraag, oké, welke doelen moeten we dan hebben gehaald in 2025 of zoiets dergelijks. En dan krijg je heel snel, waar ik aan het begin van mijn verhaal voor waarschuwde, oké, dan moeten we op de helft van onze zuiveringen ozon, UV en een zandfilter, ik roep maar wat Cora, geïmplementeerd hebben. En dan zijn we weg van de vraag van, wacht even, waar deden we het nou voor? Dus ik zou een oproep, mijn hele verhaal, mijn hele werk is een oproep van laten we daar weg van blijven door te laten zien dat we bezig zijn. Dat we lerend implementeren, wel degelijk implementeren, want anders word je op je vingers getikt, terecht. Maar dat lerende effect raak je kwijt zodra je al te veel wettelijke beleidsmatige kaders krijgt. Ja, zeg maar wat ik moet doen, ga ik implementeren. Nee, je moet lerend implementeren, dus laten we er met z'n allen voor zorgen dat die datum er niet komt, omdat die niet hoeft, omdat we met z'n allen goed bezig zijn en dat kunnen laten zien. Ik zie een vraag. Ja.
Ik ben Matthijs ten Arkel, provincie Brabant. Misschien ook wel de enige provinciemensen hier in de zaal, maar dat weet ik niet zeker. Wij hebben ook schoon water in Brabant. Het gaat dan over gewasbeschermingsmiddelen. En daar zit het op het punt, daar hebben we bij spreek 10, 15 jaar gestimuleerd, lerend geïmplementeerd. We hebben in januari een conferentie gehad ook over al die stofjes. En daar kwam toch ook op uit, het houdt een keer op dat je gaat stimuleren en implementeren. Er zijn altijd achterlopers die de stimulans van wetgeving nodig hebben om toch dat laatste beetje ook te doen. En daar kwam op de conferentie ook wel nadrukkelijk uit, die achtervang moet je hebben van dat iets uiteindelijk toch ook wettelijk gewoon vast ligt dat het zo is. En dat is ook de stok achter de deur om juist lerend implementeren aan de gang te gaan. Ik kan me voorstellen dat op enig moment, we hebben wel eens de beeldspraak van de voorlopers, waarschijnlijk zitten hier de mensen, een groot deel van de mensen, die zitten in de kopgroep. Langzamerhand begint het peloton aan te sluiten. En zolang dat gebeurt, zou ik tevreden zijn. En dan hou je inderdaad een paar achterblijvers. En ja, hoe raap je die, hoe krijg je die er netjes bij? In mijn verhaal, maar dat hoort ook een beetje bij de STOA. Wij horen bij die kopgroep te zitten en wij horen bij ervoor te zorgen dat het peloton aansluit. Ik kan me donders goed voorstellen dat op enig moment je moet zeggen, ja, nou willen we het ook de kruimels echt opvegen en hoppatee. Maar dat doe je als kopgroep en peloton goed op weg zijn. Dus dan weer mijn betoog van daarnet, laten we zorgen dat dat gebeurt. En daarna gaan we nadenken over de achterblijvers. Is iedereen het daarmee eens of zegt iemand, we moeten het gewoon gaan afdwingen? Ja, ik vraag het. Ja, ik ben Ruud Steen van het Waterlaboratorium. Ik zie wel een verschil tussen de aanpak die tuinders bijvoorbeeld op het gebied van bestrijdingsmiddelen moeten doen via stimulering. Of toch een overheidsinstelling als een waterschap. En dus wat mag je van een ondernemer verwachten en wat mag je van een eigen verantwoordelijkheid van een waterschap verwachten? Ik denk dat die verantwoordelijkheid meer is. Dus die moeten zonder wetgeving ook dingen kunnen doen. Dus maar je zegt gewoon stimuleren, dat is voldoende. Wie zegt je moet het afdwingen? Er mag best wel een datum gezet worden. Dat is een goeie. Wie vindt dat we een datum zouden moeten roepen? Dat we het moeten afdwingen? Wie vindt dat? Handen graag. Je hebt dus drie mogelijkheden. Dankjewel. Vijf mogelijkheden. Nee, we houden het bij drie mogelijkheden. Of gewoon, we noemen geen datum, we dwingen niks af. Of we noemen nog geen datum en er komt een moment dat we het wel moeten gaan afdwingen. Of je kan ook aangeven, we moeten het afdwingen, anders krijgen we het niet voor elkaar. We hoeven het niet af te dwingen. Laten we met die handen beginnen. %15. We moeten het nog niet afdwingen, maar straks af gaan dwingen. Okay. 80%, 70%. En we moeten het nu gaan afdwingen. Vooral adviesbureaus of niet? Die. Nee, helder. Dus er komt een moment, in ieder geval zijn jullie van overtuigd dat we daar misschien iets dwingender in moeten gaan zijn. Voorlopig hè, is dat vreselijk lastig. Ik durf niet te voorspellen wanneer we hier een goede methode voor ontwikkeld hebben. En die is volgend jaar, hebben we daar vast wel iets voor en over 2 jaar en over 3 jaar is dat beter. Hier hebben we aan het eind van het jaar of na de zomer, de chemische analytische bepaling, hebben we na de zomer, aan het eind van het maar jaar... Maar het is een stemverklaring, begrijp ik, Bert. Aardig rapport. Nee, het is geen stemverklaring. Nog één laatste opmerking van Paul. Nee, ik had bij ons binnen het waterschap eens voorgelegd bij de vergunningverleners van, als wij nu een techniek al ontwikkelen zijn, met ozon of met paakas, die voldoet. Wat staat ons wel in de weg om die gewoon niet voor te schrijven straks? Normaal gaat het vanuit wetgeving en dan pas. Dat was ook wat antwoord wat ik terugkreeg. Ja, er is eigenlijk nog geen wetgeving, maar het hoeft niet. We hebben straks een goede techniek, hij is redelijk kostengoed doen. Maar wat is nou goed genoeg? Hè? Want waar ging het om? Waarvoor zijn we hier met z'n allen?
Dat is hier op die zuivering, of sorry, in het oppervlaktewater, een goede waterkwaliteit bereiken. En als tussenstapje een effluent wat niet toxisch is. Maar wat is goed genoeg? Is dit 50 kilometer per uur, 80 kilometer per uur? Hoe hard moeten we lopen? Geen idee. Dankjewel, Bert.